Dames en heren, niets is wat het lijkt op deze wereld en daarvan getuigt onder meer het feit dat mijn nieuwe boek Car Wash zich niet afspeelt in een car wash. Het speelt zich af onderweg. Het gaat over twee jonge geliefden die in een kleine truck, een soort van bestelwagen, een grote lading jeans vervoeren, duizenden kilometers lang, van het ene stadje naar het andere. Maar vooral is car wash, bij mijn weten toch, de Allereerste musical in de geschiedenis van de wereldliteratuur. Dit is dan ook een boek. Voor mensen die vandaag de dag in deze tijd meer zin hebben in een film als Grease of Smokey and the Bandit dan in een vier en een half uur durende, tragie, dramatische praatprint in een heleboel zwart en een klein beetje wit. Mensen die in deze tijd meer geporteerd zijn voor een zonnige namiddag dan voor het holst van de nacht. Mensen... Die meer behoefte hebben nu, momenteel, aan romantiek, spanning, gejoel, gejuich en jolheid, ge dan aan andermans zelfbeklag, cynisme, doelloos gemompel en ge zakker. Kortom, rot toch op met je romansvol, rare, schijnproblemen. Trauma's en neuroses en mensen die als maar wenen. Niets is er minder interessant dan je burps binnenwereld. Houd toch op met ons met al die onzin te vervelen. Pidam pom, pidam, pidam pom. Dames en heren, niets is wat het lijkt op deze wereld. En dit was dan ook geen reclamespot. Nee, dit was de zuivere waarheid. Ik wens u veel plezier, heel veel leesplezier met Carwash. Hey babe.